Heerenveen de vertrouwde elf. En Rienstra ziet hem in beeld. Die moet heel wat extra handen schudden en extra knuffels geven als oudspeler van Willem II. Hij komt dus tegenover een jonge spits te staan. Voor de mooie duels tussen de 18-jarige Piri en de 19-jarige Isa. En bij Willem II dus wel wat problemen. Waardoor de man hier, Van den Bogert, zijn debuut maakt in de Eredivisie als vervanger van Jordis Peters. Crowley vanaf links, Dankelui vanaf rechts en Pavlidis in de buurt van Isaac. Waar Froezai ook ontbreekt. Zo, dat is een prima ingreep van Hoornkamp, vol op de bal. Dit is minder goed, Isaac. Eerste kans voor hem om zich te laten zien. Isaac probeert hem dan nog een keer breed te leggen. Die bal was net wat te kort voor Dankelui. Dat is vrij gedaan door Lammers. Flap vraagt alweer. Flap krijgt ook. Dit is mooi gespeeld. Dit is een schitterende treffer van Flap. Wat een weergaloos doelpunt zelfs. Van de twee die het doen bij Heerenveen. Ja, er zijn er wel veel die scoren hoor. Maar Lammers en Flap, allebei 11. Ja, nu Flap 12. Een schitterende assist. En de afronding net zo mooi. Ja, je weet als je naar Heerenveen gaat, dat wordt een leuke wedstrijd. Dat wordt spektakel voorin en achterin. Nou, we zijn voorlopig niet teleurgesteld. Kobayashi. Flap. Johnson terug op Flap. Is weer goed gespeeld. Nu voorleggen. Rob Lammers. Hens geclaimd. Ja, strafschop voor Heerenveen. Dat met de juiste instelling, de juiste mentaliteit, de juiste scherpte aan deze wedstrijd is begonnen. De combinaties lopen, het voetbal is goed, de voorsprong is er en nu een penalty om die voorsprong te vergroten. Van den Bogert, die uitgespeeld werd bij de 1-0 door Lammers en hier een penalty veroorzaakt. Dat is geen droomdebuut. Maar goed, er staat een penaltykiller tegenwoordig in het doel. Eredivisie lukte het hem niet om de strafschoppen te stoppen. Maar sinds donderdag weten we dat hij het kan. Lammers heeft natuurlijk ook zitten kijken. Lammers voor 2-0. Ja! Kijk, dat is met overtuiging en heeft ook wel een Reuter geen kans. 2-0 Heerenveen. En de onderlinge strijd, Lammers versus Flap, gaat verder. Ze staan allebei op 12. Johnson, zo. Dat zijn er drie op de vierkante meter. En nummer 4 maakt dan de overtreding. Heerenveen speelt met heel veel vertrouwen. Dat heeft er wel eens aan ontbroken natuurlijk dit seizoen. Zeker in eigen stadion. Bal doorgegeven. Flap eerder bij die bal. Nee. Wellenrooy eerder bij de bal. Even weer een versnelling bij Heerenveen. Kobayashi komt daar wel heel makkelijk vrij. Lammers. Lammers moet wat tackles ontwijken. Ah, dat lukt aardig. Lammers, schot geblokt. Zoveel techniek. Zoveel balcontrole. Bij Sam Lammers. Geen hens, maar de bal is alweer voor Rienstra. Dat schot. Ah, ik denk ik wel er ooit nog aan. Nee. Hobbelt net naast, zonder de tussenkomst van de keeper. Flap. 1-2 met Van Bergen. De bal net wat achter Johnson. Hij had een beetje tempo uit de aanval. Woudenberg mee. Johnson. Van Bergen. En intussen genoeg terug. Die bal valt goed voor Isaac. En dan is Piri weg en moet Heu het op zien te lossen. Piri is nu alweer terug. Isaac. Crowley. Binnenkant wordt aangegeven. Ja, want hij gaat natuurlijk naar zijn rechter, Crowley. Om daar tot de eerste serieuze doelpoging van Willem II te komen. Het publiek wil weer wat. Dan is het vooral de zaak om de ballen bij Flap en Lammers te krijgen. Dit lijkt me buitenspel. Ik
denk dat deze nog wel eens geannuleerd kan gaan worden. Ja, de vlag is nu omhoog. Dat gebeurt pas nadat het doelpunt is gemaakt. Mocht hij er dan naast zitten. Ik had ook meteen al de indruk dat het buitenspel was. Ja, nou. Ja, er wordt natuurlijk nog naar gekeken. Ja. Is 100% aan te tonen dat het geen buitenspel is? Dat is de grote vraag. Daar wordt nu naar gekeken door de VAR. Christian Baks is dat. Dat is vanuit dat camera-standpunt natuurlijk heel moeilijk te zien. Ja, toch? Blijkbaar hebben ze het standpunt gevonden waaruit 100% blijkt geen buitenspel. En dus telt hij wel. En is het 3-0. Ja, je moet er even op wachten. En wat merkwaardig manier van juichen op het moment dat iedereen al klaar staat. Voor een vrije trap van Willem II. En de bevestiging komt. Hé, het wordt geen vrije trap. Het wordt een aftrap. En dus heeft Flap nu een assist. En Lammers zijn tweede te pakken. Zijn 13e van het seizoen. Lammers toegezongen door Nieuw-Noord. Kopbal op de lat. Van Tapia. De nul houden, dat zal Heerenveen graag willen, maar dat is ze zeker nog niet zo heel vaak gegeven dit seizoen. De corner van Johnson gaat richting Rienstra en die kopt hem net naast. Dat is waar 4-1 van Willem II. Oh, dat is absoluut de corner, maar goed. Hij kopt hem weliswaar naast, maar er zit ook iemand van Willem II tussen. Dit had gewoon een corner moeten zijn. Hier is Tapia. Dat was een goede actie en een goede versnelling. Zoekt dan Isaac met Piri en de 18-jarige wint van de 19-jarige. Dat is prima. Gaan dan door Meisner. Tapia, Crowley. Dankerlaar. Bal net wat achter Crowley. Heeft hem wel. Crowley, Dankerlaar. En dan mist Isaac de bal. Is daar het schot nog van Palacios en die gaat op de paal via Isaac. De Heerenveen meteen poging om elkaar weer scherp te krijgen, want dit is bijna de 3-1. Ja, dit was echt een schitterend doelpunt geweest natuurlijk. Kobayashi met de korte corner dit keer. Johnson. Het schot van Johnson en dan sta je niet voor niks op de lijn daar. Palacios. Bij de tweede paal neergezet. Dat was een lekkere uithaal van Johnson. De blikken staan nog net zo somber in het uitvak. Pavlidis. Hey, zet hem daar vast. Dus moest hij wel breed. Crowley. Isaac. Vlag blijft omlaag. Isaac krijgt hem net niet lekker mee. Dankerlui. Legt hem terug. Isaac. En dan zit hij er wel in. Ja. Je kan niet zeggen dat deze treffer uit de lucht komt vallen. Isaac heeft de paal al geraakt. Heeft al een keer de benen van Haan in de weg gevonden. En nu scoort hij wel op aangeven van Dankerlui. Dan komt er zelfs onrust in het spel bij Heerenveen. Het is onvoorstelbaar als je de eerste helft hebt gezien. Je vraagt je af wat er gebeurt met Heerenveen. Mocht de 3-2 ook nog vallen. Isaac. Bij de tweede paal. Dat is lekker gelegd. Crowley. Voorlangs. Omdat Haan daar nog redding kan brengen. En het slaat over op de supporters. Die verbijsterend aan het toekijken zijn dat na die eerste helft deze tweede helft zich aan het ontvouwen is. Hij ziet het gebeuren en kan op dit moment alleen maar hopen. Ja, die blik zegt alles. Koster hoopt weer, gelooft weer. Dat schept door Tapia. En dan Isaac met Heu. Isaac in een 1-tegen-1 met de centrale verdediger. Nu komt er ondersteuning van Pavlidis. Het schot is goed. Het is 2 voor Willem II. Pavlidis brengt de spanning helemaal terug in de wedstrijd. Een eerste helft waarin zijn ploeg alles onder controle heeft. 3-0 voor, niks aan de hand. Maar bij Heerenveen weet je één ding zeker. Er is altijd wat aan de hand. Voorin, achterin. Rustig is het nooit. En dus is het 3-2 en is de marge nog maar 1. Ik zal niet gaan proberen te suggereren wie Riemer aan de lijn heeft. Die zorgen voor de doelpunten. Crowley.
Palacios. Piri, daar is Crowley alweer om over te nemen. Isaac, op deze manier gaat het 3-3 worden. Crowley, hij geeft voor en daar is Isaac al bijna met de 3-3. En het is van genieten van een lekkere voetbalshow naar fluiten gegaan voor de Heerenveen supporters. En kan Olderiekerik ingrijpen. Lammers geraakt. En dan komt een geel. Rood voor Meisner. Direct een rode kaart voor de centrale verdediger van Willem II. En dat is dan wat Heerenveen zou kunnen redden. Even kijken. Het is in het allereerste moment natuurlijk sowieso ongelooflijk domme actie. Want hij moet daar helemaal niks doen. Er wordt gewacht door de VAR. Ja, ik denk niet dat de VAR gaat zeggen, we vinden het helemaal niks. Misschien dat de VAR wel zegt, ga ik nog even kijken. Hij gaat iemand wegsturen. Rood voor iemand op de bank van Willem II. Ja. De rode kaart blijft gewoon staan. Er is er nog eentje bijgekomen. En Meisner moet eraf. Crowley. Dat is goed. Tapia. Tapia naar Crowley. Daar is Crowley. Daar is de paal. Olderiekerik is woedend. De bank van Willem II met de handen in het haar en vol ongeloof. Het is bijna 3-3 met een man minder. Het is goed uitgespeeld, maar Crowley krijgt hem er net niet in. 5 minuten erbij. Ja, het spel heeft wel even stilgelegen. 5 is behoorlijk. Isaac. Een beetje vasthouden. Kan nog net. Crowley moet meegeven. Crowley voorlopig zelf. Tapia terug op Crowley. Wat is het idee? Komt hij daaruit? Het is wel heel vol. Het schot is in de handen van Haan. Zocht vooral zijn eigen kans. Crowley. Slingert voor. Daar is Christensen. Die krijgt bijna zijn hoofd er tegen. Isaac heeft de bal. Valt die 3-3 nog? Het kan voor Willem II. Isaac wil het helemaal zelf doen. Daar is die ruimte toch niet voor. En dan is er een countermogelijkheid voor Van Amersfoort. Die wordt vastgehouden. Ja, dat is ook geel. En dat betekent dat de problemen achterin voor Koster wel aardig oplopen. Want Heerkens was nou net de enige die op scherp stond bij Willem II. En dat betekent dat Meisner is geschorst en Heerkens dus ook. Hier bijna Christensen. Van Amersfoort, Lammers. Flap. Mihailovic, Woudenberg, komt nog een keer mee. Raakt de bal zelf nog. Woudenberg en daar is Rienstra. En hij besliste tegen zijn oude club dan toch 4-2 Heerenveen. In een onthutsend zwakke tweede helft van de thuisploeg. Toch nog 3 punten. Kijk je naar de eerste helft, alleen maar complimenten voor de ploeg van Olderiekerik. Uitstekend gespeeld, mooie doelpunten. Het was genieten en na rust zagen we het andere Heerenveen. En Willem II verdient een heel, heel groot compliment. Prima tweede helft gespeeld. Maar een rode kaart en de bal op de paal maken het verschil.